nou misgaat? Hier heeft mama. Ja, dit is mijn geval. Experiment is dus mislukt. Nee. Goed? Nee. Nou, oh, samen. Nee. Ja. Papa. Ik ben toch. Het is een paardenbloem. Paard. Een hele goede morgen. Welkom hier in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. Het is zondagochtend en kijk eens wie hier lekker bij ons liggen. Oh. We hebben lekker met z'n allen in het familiebed geslapen. Nou ja, Lucilla slaapt nog een beetje, kijk. Ze slaapt nog een beetje, het moet nog een beetje kietelen zo. Hebben jullie daar lekker geslapen, jongen? Oh ja, heerlijk. We zijn schuin slapen. Was als eerste wakker. Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Hè? Zijn jullie aan het stoeien? Ja, hè? Ja. Ja. Nee. Ja? Kom. Papa. Het is vandaag zondagochtend, dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Nee. Nou. Lekker hoor. Het is smakelijk. Inmiddels zijn wij weer lekker beneden. En wat heeft Daniel gedaan? Kijk. Wilde mij. Ik denk, ik maak een Leonardo DiCaprio of zo. Hij heeft zich uitgeleefd met het nieuwe scheersetje. Voor de eerste keer. Ik vind het beter uitzien. Ziet hij het verzorgder uit. Ringbaar. Nou, helemaal top. Haar mooi glad achter. Luxie en Lucilla die hebben vandaag hetzelfde jurkje aan. Bij Lucilla is hij nog veel te kort. En bij Luan is hij veel te... Bij Luxie is hij veel te lang. Want ze hebben hetzelfde maat. Nee, ik bedoel bij Luxie. Kijk, Luxie wil me even laten zien. Kijk. Het is dezelfde maat. We hadden deze dubbel. Dat heb ik een keer gekregen van fans. En Luxie wou ook het jurkje aan wat Lucilla aan had, hè? Schatjes. Daniel die is heel even de honden uitlaten. En Luxie in de kinderwagen even lekker in slaap aan het wandelen. En ja, op zo'n thuishangdag moet je toch soms een beetje creatief zijn van wat je allemaal kan bedenken. Het wordt vandaag op zich wel lekker weer, maar ja, we kunnen er niet echt op uit. Want we zitten midden in de coronacrisis, dus we kunnen niet echt een kant op. Dus ik heb een leuk spelletje bedacht. Lucilla wilde al heel lang met de handboeien een spelletje spelen. Dus ik dacht, oké, wat kunnen we nou doen met de handboeien? Ik weet het eigenlijk wel. Ja, wat dan? Wat dan, liefie? Nou, wat gaan we doen? Luan en ik zitten in één arm. Ja? De handboei vast. Ja. Mama heeft hier een paar kaartjes. Ja. Dan ga je één kaartje gabbelen. Ja. En dan moet je dat doen met één arm. Met die andere erbij. Team. Dit is even een leuk broer-zussen experimentje. Wil je meedoen, Luc? Ja hoor. Kom erbij. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of broer en zus samen kunnen werken. Of ze dat een beetje kunnen. In plaats van, nou ja... Hè? Dit kunnen jullie trouwens ook thuis doen. Als je zegt van nou, wat moet ik doen met mijn broer of met mijn zus? Of ouders, wat moet ik doen met mijn kinderen? Maak een kom met briefjes met kleine opdrachtjes erop. Zorg dat je kinderen aan elkaar kan binden. Dat kan ook met een touwtje of een doekje zijn of zo. We hebben toevallig kinderhandboeien bij de hand. En laat ze opdrachten samen uitvoeren. Met de bedoeling om te kijken of ze samen kunnen werken. Of dat het gewoon finaal misgaat. Als eerste gaan we ze eventjes in elkaar doen. Dit kunnen ze heel goed zelf, dus zoals jullie zien. Hier heeft mama opdrachtjes in gedaan. Die hutselen we even een beetje. En dan mag Lucilla, de jongste, eerst eentje eruit pakken. Een roze. Dat dacht ik al. Ja, Rachel, pak hem met de ogen dicht. Wat staat erop? De cowboydans doen samen. Oeh, dat wordt dan lastiger, want dan moet je wel het dansje gaan doen. Nou, goed hoor. Ja. Dit is mijn hoofd. Ja. En dan deze kant. En dan deze. Chillen in de wildernis, dat is een piece of cake.
Hoppaatje hop. Ah, naar beneden. De stokpaard is van Aan. Dat is echt moeilijk. Ja. Grabbel de hussel, de hussel, de hussel, de hussel. En Luan die mag weer grabbelen. Eén niet losmaken? Nee, ik maak hem eerst een beetje yes. Grabbel maar, jongen. Ja. Ogen dicht. Dat hoeft niet per se. Yes, geel, wat? Hè? Jij hebt je lievelingskleur en ik ook mijn lievelingskleur. Dat is echt raar. Pannenkoeken. Pannenkoeken bakken. Pannenkoeken bakken. Oh, maar dan samen met een handboeien om. Ja, dat is heel moeilijk. Nou, dan gaan we naar de keuken toe. Ah ja, view. In de roeien. Al aan de feest. Ik ken die niet. Ja hoor. Al aan de en dan moet je hem openmaken. Ik ga heel klein. Moet je alles doen ook? Ja, alles meel mag in deze pot. Alle meel. Helemaal leeg. Ja. Geen klein klontje. Zo. Ja, heel goed. En dan moeten we even wachten. 1, 2. Ja! Op deze prachtige zondag. Ja, ik even de honden uit. Ik kan Luxie lekker in mijn kinderwagentje. Schaapjes zetten. Slaap lekker, prinses. Daar staan de ezeltjes. Daniel die is nog steeds met Luxie aan het wandelen. Dus we houden even wat pannenkoekjes voor Luxie en voor papa achter. Maar inmiddels zijn de pannenkoeken gebakken en zitten ze hier samen aan de tafel. Geboeid. En nu jongens, nu gaan we de pannenkoeken beleggen. We hebben poedersuiker en jam op de tafel staan. Zeel. Niet doen. Ik heb het wel toch wel. Oh, fijn. Zeel. En nu Lucilla. We gaan even naar je kijken. Ik ga gewoon even kijken. Oeh. Zo, dat ging goed. Dat ging goed. Hoe gaan jullie dit als een team doen? Oh, Lucilla wil drinken. Nee. Dat voelt niet fijn. Nee. Zeeuw, trek dan wel mee. Nee. Nee. Auw! Zeeuw, trek even naar me mee. Kom. Ik doe even... Maak jullie nu ruzie? Ja, omdat Lucilla niet even mee wil. En nu wil ik niet even mee. Ja, maar ik doe even mijn pannetje. En we kunnen niet zo kwaad slapen. Auw, Zeeuw, dat bedoel ik. Lala, je zit me gewoon te pesten. We zijn weer aangekomen bij... zijn we erover uit, jongens? We zijn weer aangekomen bij de volgende ronde. Rammen. En Lucilla mag grabbelen. Rammelen. Jij had hem. Oeh, oké. Tegelijk een koprol doen. Oeh. Oh nee. Hoe gaan we dat doen? 1, 2. Oeh. Hey, je bent los. Er is er geen losgeslagen. Nou, deze telde niet. No. Ja? Zijn jullie er klaar voor? 1, 2, 3. Ja! Goed zo. Oh. Oh. En nu kan ik niet zo. Oh. Oh. Oké. Zijn jullie klaar voor de volgende ronde? Ah, ja! Grabbel maar weer. Nee, het is niet echt grabbelen. Ik ga voor deze. De blauwe, oké. Van glijbaan. Van de glijbaan. Ja! Met z'n tweeën. Ja! Naar buiten. Gelijk. Tegelijk van de glijbaan. Ja, ik ben benieuwd hoe jullie dat gaan doen. Oh, die zou wij daar weer. Nee, niet zo weer.
Ging dat goed? Hey, maar je bent los. Je bent los. Gaan we voor nog een ronde? Nee. Oké, hoe gaan we dit doen? Nu ga ik voor. Oké. Voor. En? Je gaat wel echt plezier. Nou, ik vind het hartstikke goed, jongens. Mama, nog hier. Mama, doe het zo vaak. Kom jij achter mij aan? Oké, ik ga om dit rondje zitten. Oké, nee, wacht. Erop. Eens even kijken. Samen een tekening maken. Oeh, het mag ook een stoepkrijttekening zijn. Vind je het leuk? Dit is het papiertje waar ze in mogen tekenen. Volgens mij zijn ze het overleggen wat ze gaan tekenen. Maar het moet wel één tekening worden samen. Niet zo aanstellen. Wat gaan jullie maken, jongens? Een vlinder die door de lucht vliegt. Oké. Okay. Ik kan niet het licht. Ik kan niet het licht. Nela, maak me even bij. Hey, maar misschien moeten jullie samenwerken, jongens. Maar ik moet even. Als je samenwerkt, gaat het misschien wat handiger. Ja, maar kijk, ik zit even wat. Ik moet even hierbij. Ik moet even hierbij, joh. Nou, dit is niet echt samenwerken, volgens mij. Nee. Oh, maar ik kan niet samenwerken. Nee, dat zie ik. Dat is toch best wel een uitdaging voor jullie. Oh, nee. Dat hoorde er niet bij, jongens. Oké, dit experiment is dus mislukt. Want ze kunnen niet samenwerken. Echt waar. Vroeg ik ze samen een tekening te maken. In het vierkantje. Wat is het resultaat? Niet samen een tekening maken. En ook niet in het vierkantje. Kijk, een kant. Kijk, hier. Blijkbaar is samenwerken toch nog af en toe wel een beetje een uitdaging. Hé, jongens. Zelfs voor Luan en Lucilla. Kijk. Jongens. Waar is het vierkantje en waar is jullie tekening samen? Wat gaat het worden? Luan mag grabbelen. Ja, ze zit een beetje onder het kruid. Dat maakt niet uit, liefie. Daar kloppen we wel weer af. Het is... Wat heb ik? Giep. Yay! Oké. Over de klimrek. Over het klimrek bij het strandje. En er is nu niemand, dus we kunnen daar naartoe gaan als je dat leuk vindt. Maar niet over het water, niet over het klimrek. Nee, alleen over het klimrek. Goed? Oké, jongens. Op naar het strandje. Op naar het strandje. Wij zijn aangekomen bij dit klimspektakel hier. En het is de bedoeling dat Luan en Lucilla hier samen overheen gaan. Lucilla moet er ook op staan, hè? Die. Ja, oh. Oké, zilke maar. Kom, ik hou jouw hand vast. Ga er maar op. Op die. Ja, op die. In twee. Staan. En op die. Ja. Goed zo. En nou, tegelijkertijd. Je moet er samenwerken, jongens. Je moet tegelijkertijd overstappen. Samen. Ja, goed zo. Dit is samenwerken. Ze kunnen het wel. Ja, oh. Oké. Ja, en het lastigste is geweest. Oh. Ja, oké. Ja, nee, je moet je echt samen doen. Hey, maar Luan, ik denk dat jij achter die kant om even doorheen moet. Anders gaat het niet lukken. Samenwerken, jongens. Dat is heel belangrijk in het leven. 3, 2, 1, 2. Cecilia gaat schommelen. Goed zo. 3 armen.
Ze heeft drie armen. Hoi. Dan moet je tellen tot drie. Ja, maar Lucilla is net te kort. Haar benen zijn te kort voor dat touw en de balk. Oh, ja. Oh, nou, ze zijn los. Leonie wil er toch heel graag over overheen. Nou, jongen, laat maar eens zien hoe goed jij dat kan. Kijk, daar gaat hij, hè? Met je witte gimpen. Hou ze wit, hè? Hou ze wit. Goed zo, jongen. Wil jij slingeren? Laat hem zien. Kom je weer terug? Over het touw terug? Ja, heel goed. Ja? Een meisje die daar was, die heel klein was, ging daar zo invallen. Ging die erin vallen? Nee. Oh, zal je maar gebeuren. Dan moet je wel een bad als je erin valt. Zie je dat? Want het is heel vies slootwater. Even spelen zonder de handboeien. Luxie is inmiddels ook weer lekker wakker. Hallo Luxie. Papa. Ja, was mijn papa. Heb je lekker slaapje gedaan? Papa. He? Met papa in de kinderwagen? Ja. Ja, heel goed rondje gewandeld met de hondjes. Ja, daar in het parkje. Ja, Luxie. Hey, maar Luxie, weet je wat Leon en Lucilla aan het doen zijn? Grappelen. Die zijn aan elkaar, als ze aan elkaar zitten met de handboeien, gaan ze opdrachten uitvoeren. We hebben er nog twee. En je hebt deze nu gepakt. Nee, ik heb deze. Had je deze gepakt nu? Rood? Dat is tegelijkertijd... Nee. Leon die grappige de hek. Ze zijn irritant vandaag, jongens. Grapje, Ik heb deze. Nee, maar dat is prima. Nee. Tegelijkertijd op de trampoline springen. Met de handboeien aan. Gaan we dat doen? Gaat Luxie meespringen? Kom, laten we naar buiten gaan. Want dit is niet meer te doen, dit. Echt. Ga je nou beginnen? Dan moeten we ermee. Moet je dan mee? Ga je mijn stem napraten? Kijk, dan moet je zo. Hallo. Hallo, ik ben mama Vara. Is dat leuk? Ja, nog een keer, kom. Nee. Ga je mee op trampoline springen? Oké, niet bij mij. Hallo, ik ben mama Vara. Ga je mee op trampoline springen? Dan moeten ze wel tegelijk springen, anders gaat het niet goed. Nee, jullie springen niet tegelijk, kinderen. 1, 2, 3 en spring. Nee, jullie gaan niet tegelijk. 1, 2, 3. Ik heb mijn benen in mijn stem. Gaat niet goed, hè? 2, nog een keer. Hoe ga je nou tegelijk springen? Bij 3 gaan we omhoog springen, goed? 1, 2, 3. Spring. Oké, we gaan nog één keer doen. Oké. 1, 2, 3. Lucilla. Oh, hebben ze nou gedaan, Luxie? Hebben ze de handboeien afgedaan? Nee, hadden we ook nog een pannenkoekje voor jou gemaakt. Terwijl Leon en Lucilla nog even uitrazen daar dat op de trampoline. Yummy, yummy, yummy. Ja, mama, een stukje ervan halen. Oeh, dat is lekker. Papa? Ja, als je met papa wandelen. Met papa een rondje gewandeld. Met woef woef. Ja, met de hondjes, hè. Ja, even de hondjes uitgelaten. Oh, gingen ze zo hard? Wou je met mama wandelen? Ging je met papa mee wandelen? In het begin moest je even huilen, dat probeert ze te zeggen. Ja. Ja, want toen wou je met mama wandelen. Ja, en toen viel je lekker in slaap, hè. Heb je lekker geslapen in de kinderwagen? Zo? Ja, lekker slapen. Ja. Oké, dan hebben we hier nog het laatste briefje. En wat staat daarop? Wat staat daarop? Een rondje fietsen! Wij waren nou, dus ik heb niet zo zin om weer de handboeien op te doen. En wat wil jij zeggen, schatje? Nou, wij wouden zeggen, wij zijn zo moe dat we wel willen fietsen. Maar dan met zonder handboeien. Met zonder handboeien. Zonder handboeien bedoel je. Nou, ze hebben er niet meer zoveel zin in om de laatste opdracht met handboeien uit te voeren. Ik vind wel dat er even een applausje gegeven mag worden voor Luan en Lucilla. Papa, applaus! Papa.
Ik kom er ook bij. Op een paar akkefietjes na. Op een paar akkefietjes na. Jongens, ga buiten spelen. Ga naar buiten. Ik word er helemaal kroeg. Ga naar buiten, jongens. Ga. Oh, jongens. Dit is wat quarantaine met je doet. Jongens, naar buiten. Fietsen. Hup. Ga het park in. Ga even een rondje fietsen. Luxie. Wat zeggen we ervan, Luxie? Is heel even. Ja, wat zijn ze druk? Hé, hey, wat zijn ze druk? Wat zijn ze druk? Kom, we gaan even een rondje door het park. Kom op, door het park. Kom, we gaan even een rondje door het park. Niet slaan. Niet slaan. Stop. Oké, okay. Als mama zegt stop, jongens, is het ook stop, hoor. Ja, ik ben er een beetje zat mee. Ja, ik ben er een beetje zat mee. Kom maar, jongens. Even lekker het park door. Kom maar, Luxie. Wat ga jij doen, schatje? Oh, de pop moet in het stoeltje. Oké. Okay. Ga jij je pop duwen? Ja. Oké. Okay. Moet mama je even helpen? Ja. Ja. Oh, kijk, je kan het hartstikke goed. Ja. Nou, doei. We gaan door naar het parkje. Kom maar. Dit is een paardenbloem. Mooi, hè? Maar waarom noemen ze dat paardenbloem? Paardenbloem. Ja, dat weet ik niet. Er stond misschien vroeger heel veel in de wijn met heel veel paarden. Dan zei ze, noemen we een paardenbloem. Zo, is het lekker, Alexie? Ja. Lekker zo, ja. Nee. Mooi. Ja, dit is mooi. Die is zo mooi. Ja. Ja. Tafel en sluiten we de vlog af. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even dan. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik hieronder op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. 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 Zo. Voeg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom boom boom. Dans mee en blijf niet staan.